Yo, kijkers van Online Games, van hartelijk welkom terug bij een gelukkige aflevering van Cities Skylines 2 op deze mooie, natuurlijk, tweede kerstdag. Het is natuurlijk weer 's avonds, dus we gaan weer lekker een uurtje lekker Cities Skylines 2 doen, dus dat moet helemaal goed komen. Goed, ondertussen gaat geld wat zakken. Dat is hopelijk genoeg. We gaan er ook volgens mij niks meer aan doen. Kijk, dit is dus het bedrag. We hebben een verschil van 80.000. Min 82, dus af en toe verspringt dat. Zo te zien. 7.260. 261. Dus dat is oké. Dus we moeten ook echt veel en veel meer huizen bouwen. Maar we moeten natuurlijk ook allemaal winkels en zo hebben. Dus we moeten eigenlijk een heel nieuw winkel ding hebben. Om te bouwen. Het is allemaal industrie. Als we nou hier een mooie winkel. Straatje natuurlijk. Kunnen we hier ook nog iets. Of gaan we echt iets weer aparts doen? Laten we hier dan allemaal winkels doen. Dus dat lijkt mij het handigste. Dus dat we hier gewoon ook allemaal winkels doen. Dus zeg maar die. Kantoren, oké. Okay. 7269. Kijk, die gaan wel omhoog. Zo is nu wel weer min 86. Die gaat wel omhoog. Alles met bij elkaar opgeteld. Dus dan heeft hij af en toe officieel. Kijk, we krijgen 911.000. Gaat het telkens vanaf. En dit gaan we erbij krijgen. Dus het verschil is nu eigenlijk dat wij krijgen is min 75.000. Dus we gaan denk toch wel richting. Ja, omdat we natuurlijk meer moeten gaan bouwen. Aangezien we natuurlijk heel veel stroom gebruiken en heel veel water. Kijk, dit zijn allemaal winkels. Hoe kunnen we dus de huizen volgooien? Even kijken. Zo zie je hier, zijn ze bezig. Dan gaan we eens even kijken of we hier natuurlijk kunnen gaan bouwen. Ik zit te denken om dit gewoon hier allemaal winkels te bouwen. Gewoon hier ook allemaal winkels. Hier langs. Dat lijkt mij denk ik het beste om te doen. Hier zijn ze bezig, hier aan de zijkant moet ook natuurlijk nog gedaan worden. Goed, want hier zijn ze dus allemaal bezig. Even kijken hoe het nu zit. Nu zitten we op min. Oeh, we zitten nu wel weer meer. Ah,
dit gaat minder, maar af en toe hè, dan denk ik van oei oei oei. Nou goed. Dan gaat er komen. Hier moeten ook veel meer. Moeten eigenlijk hier een groot ziekenhuis hebben. Dat kan ik nu op dit moment nog niet betalen. Dus ik wil eigenlijk dat dit ziekenhuis. Nog gaan doen. Is het druk? Alleen op deze kruispunten. Hè? Nou goed. Hoe zitten we die? We zijn hier, we zijn 87.000. We moeten nog een paar hebben. Goed. Winkels worden gebouwd, laten we die gaan versnellen. Dit is een snelweg, dan kan die er vlak aan langs, dus dat is goed. Waar die stroom, waar moet die naartoe? Daar en daar. Kunnen we eens eventjes gaan kijken of dat kunnen gaan regelen. Het ziet er ook niet echt tof uit daar. Gaan we maar niet doen. Ik wil ook niet door deze stad heen laten. Kijk, nu gaat hij omhoog. Dat is goed. Er wordt hier wel wat gebouwd. De verschil is nu wel erg groot. Die 831. Maar dit is natuurlijk wel iets meer. Dit stond eerst een tijdje op 0, die ook een tijdje op 0. En nu is het wel goed. Dus krijg je 466 in totaal. Wat hier ook erbij staat, de service. Wat is dit? Het is natuurlijk dit. Daar krijgen we niks van binnen.
hier rijdt natuurlijk een treinspoor. Second Moon Radio with your host J. Thomas Hornbach. Tune in tomorrow for a second chance to hear the music of yesterday. Local stargazers are in for a real treat tonight. Oh, as the Aurora Borealis is expected to light up the night sky. That's right. Maar dat hoeft nu nog niet. Zijn huis wordt wel af en toe leeg aan het worden is. Dat hebben we wel. We moeten daar natuurlijk weer wat winkels bouwen. Dus ik stel voor dat we dat mooi gewoon hier gaan doen. Dit wordt dan wel een enkele weg of een dubbele weg, wat zou handig zijn? Laten we een four lane. Kijk, dit is dan wel een enkeltje, maar zo doortrekken. Kijk het een beetje zo. Het hoeft niet allemaal per se recht te zijn. Kijk eens aan. Dit laten we dan zo. Dan gaan we die grotere huisjes ook bouwen. Gewoon lekker mooi aan deze kant. Buitenkant natuurlijk de rest van die kleinere hier. Dat lijkt me prima. Kijk, dan hebben we tenminste weer een gigantisch stuk gebouwd. Alleen de stroom die gaat dan dadelijk ook even weg. Hoe meer, hoe beter natuurlijk, zeggen ze. Kijk eens wat die balk kleiner wordt. Hij heeft natuurlijk geen water. Ah ja, natuurlijk niet, omdat hij hier is natuurlijk gestopt. Zelfs met de stroom. Is goed zo, alleen ik wil hem niet er hier doorheen hebben.
Zo is prima. Ik vind dat hier ook gewoon goed. Hier zou het geen kwaad kunnen. Hebben ze dan stroom of niet? Nee. Ik kan die wel gewoon hier neerzetten dan. Hebben ze eigenlijk wel genoeg stroom? Hier staan veel huizen leeg. Dan doe ik het heel even anders. Ik ga die 1% omhoog zetten. Dan krijg ik 500.000 in totaal. Plus die. Ze zijn hier ook bezig, maar hier staat dus veel leeg. Kunnen die een goede. Ze zien al aan het doen hier. Oh. Laten we even de weg. Goed. Ze zijn bezig met de huizen, hier zijn ze bezig met de winkels, dus nu gaat het denk ik een stuk beter. 7289. Het bedrag is nu met 97.467. Kijk, die gaat nu wat. Nu even staan. Vier.
weer sneeuw krijgen. Maar zo te zien gaat het hier wel allemaal. Alleen hier zijn er wat huizen leeg. We zijn nu bezig om al die hebben ze geen stroom terwijl ik er niks aan heb gedaan. Waar is dus die? Stroom gaat nu ook wat minder. Laten we proberen om hier ook stroom te zijn. Oh, winkels. The ultimate destination for the discerning shopper. Why, hello, Jen. Hi, Stanley. Isn't this a lovely place to shop? It sure is. Laten we dat dan proberen. Zet hier ook. Nou goed. Je kan natuurlijk ook die windmolens allemaal gaan gebruiken. Dat is misschien allemaal handiger. Dan kunnen we hier allemaal windmolens gaan zetten. Dat lijkt me ook heel even handig. Dan laten we dat dan heel even gaan doen. Thank you.
hier heel veel niks. Zo. Deze kant. Dat is misschien wat beter. Gaat een rap tempo omlaag. Maar niet zo'n beetje ook. Het is zo'n 433.000. Nu gaat alles natuurlijk omlaag. Zodat we hier natuurlijk stroomtekort hebben. Hier hebben we stroomtekort. Hier is zelfs een stroomkabel neer. Het is nog niet goed. Hier hebben we er één. Deze is trouwens niet aangesloten. Zat het hier? Ach zo, er doorheen. Zet er lekker maar het beste. Dan moet ik maar even sowieso op. Is het nu wel beter? Juist, nu is hij weg. In no time gingen we zo heel laag. Inkoop 963, uitgaaf 1.139.000. 3 plus 9, want die is dus weer eruit. En nu moeten de mensen weer komen. In principe kunnen we nu niks meer bouwen, zeg maar.
gaat dit allemaal omhoog. Nou, er komen wat meer, meerdere mensen aan. Dan moeten we het even gaan versnellen. Is op 9000, 10.000. Dus moet je nagaan hoeveel mensen het er al uit zijn gekomen. Dus ik ga eens even. Ervoor zorgen dat die even meer komt. Dus we gaan deze heel even naar de 10 zetten. Krijgen wat minder, maar dat gaat dadelijk wel een rap wat sneller. Dan wachten we even en dan. Dat hetzelfde bijna is. Hier is het allemaal te doen. Hier zijn al wat huizen weg, dus we gaan dat maar eens even weghalen. Dat was natuurlijk opnieuw gebouwd. 7179. Nou, er komen wel wat omhoog. Geld gaat wel omlaag. Soft and strong. They fit nice and loud. And they look great on you. Thanks, buddy. Wait, where are you going with my shoes? Crawford. They sure are nice shoes. Is it this to get his clothes? Could touch it through. So? We have all the prints. And many other. Whatever. So, I have a feeling to it. What is it on our table and show you. The trail we spoke for you, a chacha trails. You never had better. Mm-hmm.
Nou, we krijgen wel wat geld, dus dat is heel mooi, maar dat gaan we niet even anders doen. We gaan het anders doen. We zetten die op 14%. Goed. Dan gaan we deze nog weg doen. Dan gaan we ook maar eens even. Een groot ziekenhuis neerzetten hier. Ja. Ik weet dat ze dat niet leuk gaan vinden, maar we gaan eens even een groter ziekenhuis plaatsen. Die. De hele stad vindt dat geweldig. Kijk, hier staat er al één. Maar 734.000 komt natuurlijk omdat ik een groot ziekenhuis heb gebouwd. Dus kunnen we nu niet al te veel meer doen. Hoe weet moeten we wel geld gaan lenen. Nu 339, wauw. Kijk, waar nu 1 miljoen? 1000 is dit volgens mij, hè? Ja. Dit is 1 miljoen. We kunnen 4.600.000 allemaal gaan in, dus dat is wel super fijn. Dus het gaat wel ietsjes beter. Veel. Zie ik hem nu ook weer niet. Hier een paar. Dan gaan we even huizen die natuurlijk leeg zijn.
Hoe gaat het met de drukte in het verkeer? Dat valt allemaal reuze mee, denk ik, ja. Hier zijn we natuurlijk bezig met de winkels, daar zijn ze natuurlijk mee bezig, maar dat gaat helemaal goed komen. Voor daar is een prima, 7101, dat moet echt veel. Oh, dus we gaan het even een stukje versnellen. Ik krijg nu 493, dus dat is een heleboel. We geven echt een heleboel uit. Dat er in gaat komen. Nou gaat hij omhoog. De dingen. Dus dat is goed. We laten het ook. Oh, nu gaat hij omlaag. 7111. Af en toe gaat hij omlaag en dan gaat hij omhoog. Zie je dat? Springt zich af en toe. Gaat in ieder geval ietsjes beter. Alleen het geld is natuurlijk wat minder, omdat we natuurlijk veel en veel meer dingen aan zo moeten bouwen. Goed. Nou, hij staat nu op dit moment gewoon prima en dan. Ja, gaat de rest natuurlijk allemaal nog wel komen. We kunnen altijd natuurlijk geld lenen. Maar het probleem is bij geld lenen, je moet het altijd terugbetalen. Nou, het ziet er in ieder geval zo iets beter uit. Kijk, 7125. Dus het gaat nu wel
staat goed. Alleen het geld is op 336. Dat 15% prima is. Huizen ertussen gebouwd. Kijk maar, hier worden wat huizen gebouwd. Wel wat nieuwe huizen gebouwd. Dus dat is goed. Deze kant die is ook allemaal bijna leeg. Laten we dit dan ook gewoon maar verwijderen. Dat dat nu even minder gaat, dat weet ik. Maar dit ga ik wel halen. Hup. Zo. Het is weg. Prima. Dan gaan we maar even welke dat allemaal natuurlijk leeg is verwijderen. Die is leeg. Daar zit iemand in. Daar zit iemand in. Voor de rest is dan prima. Kijk maar. Daar zit iemand in. Daar niemand. Ook niemand. Voor de rest prima. Dus taxis die rijden rond. Bussen moeten we ook nog hebben. Dit is een buslijn, dus als we ervoor zorgen dat wij een bus laten rijden. Gewoon over dit stuk hier. Hier zo. Gewoon dit hele stuk en dan maken we dus ook even, laten we dat dan de volgende keer gaan doen. Tot dat geld natuurlijk op is, zodat we dadelijk in de min komen. Nou goed. Ik denk dat dat wel allemaal mee gaat vallen. ...15%, goed. ...7073... We gaan gewoon eventjes kijken wat allemaal natuurlijk
weg kan. Zo. Huis waar natuurlijk niemand in zit, die ga ik gewoon verwijderen. Zo was het zo'n beetje. Die kan weg. Die kan weg. Er worden nog wat huizen gebouwd. Dus we zullen de komende tijd sowieso even wat niet veel hoeven te doen. Kijk, dit wordt weer volgegooid. En die zat natuurlijk straks helemaal leeg. En dat is nu wel helemaal vol. Alleen deze kant. Maken zo. Laat hier wat grotere kantoren. Dat vinden ze vast niet erg langs zijn dingen. Oké. Dat wordt dus nu ook gebouwd. Huizen worden gebouwd. Alles is zo'n beetje zo. Dus het gaat op zich wat beter. Dus dat is helemaal goed. ...7081 geld, dat staat op min 383. Dat is allemaal dit. Daar gaat zoveel geld aan naartoe. Heel veel elektriciteit, water, ziekenhuis ook best wel veel. Dus misschien dat we binnenkort wat bussen moeten laten in laten rijden. Want dat hebben we ook namelijk nog niet. Want dat mag ook best wel wat. Hoe zit het hier dan mee? 100. Hier zit hij helemaal nog niet. Dus ik stel voor dat hij eigenlijk gewoon hier. Dat gaat dus niet nog goed. En dan hier. Kijk. Dan hebben we een enorme zee. Nou moeten we even stoppen met bouwen, zodat we echt beter het geld gaan doen. Dus dan moeten we even gaan kijken hoe we dat gaan aanpakken. Ze horen het wel wat saaier afleveringen, maar goed. We moeten natuurlijk ook onbeperkt geld kunnen doen, maar ja, dat is natuurlijk wat minder. We natuurlijk met geld... Voor de rest zit het allemaal zo goed, denk ik. Ik kan niet een weg. Hier is nog een huis wat weg kan. Er worden hier gewoon wel wat huizen nog tussen gebouwd. Dus dat is goed. Zo worden ze wel gebouwd. Maar gaat natuurlijk nu een stuk langzaam. Dat komt natuurlijk omdat wij
Wat slechter allemaal ging, maar dat gaat nu een stukje beter. Kijk maar, industrie, dat ligt daar ook, dat is ook wel prima. Dat begint ook althans bijna vol te raken. Dat heb ik nog niet geselecteerd. Laten we dat dan maar eens even doen. Zitten we? Is het verschil? Dat is echt een flink bedrag, ja. Dat het ja, eerst kreeg ik 90 en nu is het gewoon 387. Dat is echt extreem veel. Ah, het gaat nu wel ietsjes minder telkens. €7.071. Leeg. Dat duurt nog even voordat die allemaal natuurlijk gebouwd worden. Bij een paar mensen zoeken ze nog mensen. Deze nog weg. Ja, dit heeft ook heel lang geduurd voordat hier al die rijtjeshuisjes er natuurlijk waren. Zo gaan we binnenkort iets meer bussen erin laten. Dan moeten we kijken dat we die natuurlijk ook. Moeten laten betalen. 7050. Sowieso ja, want anders krijgen we echt problemen met de stroom. Zag je net wat dit hier?
dragen die ook, die ook. Nou goed, ik ga het ook er zo mee ophouden. Niet al te veel gedaan, gewoon eigenlijk een beetje gekeken wat... Er wordt wel wat gebouwd, zoals jullie natuurlijk kunnen zien. We beginnen hier ook wat te bouwen en zo. Maar dit hier, dat zit bijna al helemaal vol, dus dat is mooi. Hier ook. Dus er komt wel vooruitgang in. Oké, nou. Is allemaal nog te doen. Wow, zag je in één keer joef? Ging die in één keer omhoog? Dat is, dit is echt het meeste. Dit is het bedrag wat we krijgen, hè? Nou goed, dat... Dit is eigenlijk allemaal prima, alleen dit, ja, dit is vervelend. Dus de volgende keer, dan moeten we echt... hiermee verder gaan kijken, zoals dit hier, dit is echt... Als meer doen dan, ja, dan krijg ik dit en dat is echt. Dit is de twee en die krijg ik echt van 1 miljoen of zo. Het is ook veel, ja, komt natuurlijk omdat ik niet door meerdere heb. Ja, politie dit ook. Ah, kijk, min 22. Nou, het gaat. Het verspringt wel eens. Goed, als we dit zo een beetje kunnen blijven houden, dan vind ik het goed. Maar het gaat echt heel snel omlaag. Goed. Nou, prima. Maar ik ga het hier zo laten, jongens. Wij zien elkaar de volgende keer gewoon weer terug. En dat is gewoon eens even kijken... wanneer dat is. Dat is gewoon donderdag om 2:30. Dus hopelijk zijn jullie echt daar. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot donderdag. Dan maar weer, jongens. Mazzel.